Wij moeten stemmen, omdat we allemaal mee moeten doen in dit land en ook aan ons bestuur. Als we niet stemmen, dan staan we ernaast en dan verandert er niets. Rechtsgeleerde Hans Engels is naast hoogleraar ook senator voor D66. Het verbaast hem niks dat mensen zich afwenden van de politiek. Hij vindt het politieke systeem achterhaald. Politieke partijen hebben veel te veel macht naar zich toegehaald. Het grote probleem bij het stemmen nu is dat burgers hun stem uitbrengen en dat ze dan eigenlijk niet weten wat er met die stem gaat gebeuren. Dus je stemt tegenwoordig op een politieke partij, op iemand van een politieke partij. En daarna, dan heb je dus iemand gekozen in de Tweede Kamer. Maar daarna gaan die politieke partijen in de Tweede Kamer met elkaar bezig om een kabinet te maken. We hebben wel een volksvertegenwoordiging, maar het besturen van het land, dat gebeurt door de regering. Die bepaalt welke kant we uitgaan. Dan krijgen we een links- of een rechtskabinet, of zoals het tegenwoordig heet, progressief of conservatief. Dat doet er heel erg toe. Als jij op partij A stemt en dan komt in de regering, nou, dan wordt dat programma meer doorgevoerd dan wanneer ze niet in de regering zitten. Zitten ze er niet in, ja, dan zit je 4 jaar niks te doen. Ook al stem je, je hebt geen enkele invloed op welke partij met wie gaat regeren. De echte macht ligt dus niet bij de kiezer. Nou, belangrijk is dat je in onze democratie dat zo modern maakt dat kiezers het gevoel hebben dat hun stem ertoe doet. Nou, dan moet je 2 dingen doen. Ene is, geef inderdaad die stem voor de volksvertegenwoordiging, die is er al. Maar geef nu ook een stem voor degene die je besturen en die je regeren. Dat is belangrijk. En dan denk ik dat burgers het gevoel krijgen dat hun stem ertoe doet. Namelijk voor degene die vertegenwoordigen en degene die hen besturen. Zullen ze zich beter herkennen in het overheidsbeleid. En dan voorkom je dus dat mensen ontevreden en boos worden en teleurgesteld zijn. En dan maar zich terugtrekken en op een tegenpartij stemmen. Dus burgers moeten weer staatsburgers worden. Moeten betrokken zijn bij de staat, bij het openbaar bestuur. Maar dat kan alleen. En dat is een democratie, als ze dus ook echt wat te zeggen krijgen en dat ze ook het gevoel hebben dat wat ze te zeggen hebben, dat dat er ook doorkomt en dat herkenbaar is. Dat is de kern. Politieke partijen zouden dus een groot deel van hun macht moeten teruggeven. Het gaat erom dat politieke partijen zelf om te beginnen inzien dat wij het contact, dat zij het contact met de mensen verloren hebben. En de enige manier om daar iets aan te doen, en daar blijf ik bij, dat is als zij toch iets van hun eigen macht die ze maximaal hebben gemaakt, die terug gaan geven aan de burgers en zeggen van, nou ja, het is toch belangrijk dat wij functioneren in een echte democratie. En dan zullen wij toch die mensen meer invloed moeten geven. Want anders keren ze zich niet alleen van ons als partijen af, maar uiteindelijk ook van de overheid. En dan hebben we dus echt een heel groot probleem.